Super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik je weer mijn favoriete product zien van november. Ik heb hier het mandje, hij zit best wel vol. Maar ja, de maand is weer voorbij gevlogen, dus het is tijd om mijn favoriete producten van november aan jullie te laten zien. Mocht je benieuwd zijn wat er allemaal in dit mandje zit en welke producten ik dus heel erg fijn vond en zou kunnen aanraden, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin met een collectie van Essence en dit is een trendeditie, namelijk de Coffee to Glow collectie. Dit is een collectie die bestanddelen heeft van koffie. Ik heb hier allereerst een Body and Mind Wake Up Mist en dat is deze. En hier zit gewoon cafeïne in. Heeft de naam 01 Give It Your Best Shot. Dit is eigenlijk een spray die je kunt gebruiken voordat je je make-up wilt aanbrengen. Maar ook als fixing spray. Je kunt hem dus ook op je lichaam gebruiken. Hij heeft een heel fijn spraydopje waar eigenlijk een hele fijne hoeveelheid spray uitkomt. En ik moet zeggen, ik werd helemaal wild van deze spray. Hij ruikt naar macchiato met karamel erin. Dus ik rook dit en ik wilde hier aan blijven ruiken. Hij fixte mijn make-up eigenlijk ook prima. Ik heb hem vooral als make-up fixer gebruikt en niet zozeer als wake-up mist. Maar mijn make-up bleef eigenlijk prima zitten. Ja, en die geur die is gewoon fantastisch. Want ik hou heel erg van macchiato. En om helemaal met de geur erin van karamel. Ik werd er gewoon heel erg blij van. Dus deze vond ik echt heel erg fijn. Ik zou echt willen dat ze deze in het vaste assortiment gooien. Want ik vind hem echt heerlijk. Dan heb ik ook een Coffee Lip Scrub. En dat is deze. Dit is een gewoon een lipscrub met koffieboondeeltjes erin. Dus je voelt ook heel erg goed de scrubdeeltjes. Hij ziet er zo uit. Ik vond hem echt heel erg fijn. Je kunt dit op twee verschillende manieren gebruiken. Ik zelf gebruik dit eigenlijk altijd voor het slapen gaan. Ik breng het dan aan. Dan doe ik mijn lippen gewoon even heel goed over elkaar heen bewegen. Zodat de scrubdeeltjes lekker intrekken. En dan eigenlijk de volgende dag heb ik hele zachte lippen. Het is verder ook niet schadelijk of zo. Maar je kunt het natuurlijk ook doen voordat je je make-up wilt gaan doen. Dat je denkt, ik wil een mooie lipstick aanbrengen. Ik doe gewoon even je scrub op. Dan kun je het bijvoorbeeld ook even met je vingers gewoon inmasseren. En dan kun je het daarna gewoon eraf halen. Maar ik vind zelf de manier van zachte lippen gewoon na een nacht vind ik gewoon het fijnste. Maar ik vond hem echt wel heel erg fijn. Ook deze lipscrub. Dan heb ik deze highlighter. Dit zijn beans. Ik ga het doosje wel even dicht laten zitten. Want anders gaan de boontjes overal heen. Deze heeft de naam 01 Mental Bean Together. En dit zijn drie verschillende kleurtjes aan boontjes die erin zitten. En die geven een heel erg mooi effect. Ik was eerst een beetje sceptisch. Ik dacht, oh, dit wordt helemaal niks. Maar eenmaal op mijn gezicht vond ik hem heel mooi. Het is niet een hele felle highlighter. Hij is nog wel wat subtiel, maar ik vond hem wel echt heel erg mooi. Het is wel jammer dat je de boontjes een beetje kapot maakt als je hierin gaat. Maar oké, dat zal er een beetje bij horen. Maar ik vond hem toch uiteindelijk wel heel erg mooi. Dus die vond ik ook heel fijn. Ik kan hem wel eventjes misschien voor jullie swatchen als jullie dat leuk vinden. Zodat je een beetje een idee hebt wat ik bedoel. Het is een beetje moeilijk om het een beetje op te pakken. Ik heb hem hier op mijn hand gedaan. Ik weet niet of je hem heel goed terug ziet komen. Hier zit hij. Dus hij lijkt dan een beetje wat minder fel. Maar hij is uiteindelijk echt wel heel erg mooi. Dus ja, daar was ik ook wel heel erg enthousiast over. Dan heb ik ook een Under Eye Energy Treatment. En hier zit cafeïne in. Dat is deze. Deze heeft de naam 01 Express Yourself gekregen. Het is eigenlijk een heel fijn product die je onder je ogen kunt aanbrengen. En wat gewoon het allemaal heel erg lekker zacht maakt. Het voelt heel verzorgend aan. Hij heeft eigenlijk gewoon zo'n openingetje.
Deze rook niet heel erg naar cafeïne, maar ik vond hem wel heel fijn om te gebruiken onder mijn ogen. Want ik had echt het idee dat ze een beetje een boost kregen en dat het gewoon allemaal lekker verzorgd. Ook het aanbrengen van foundation daarna ging gewoon echt heel erg fijn. Dus die vond ik ook heel erg fijn. Hij is wel transparant. Dus het heeft ook niet echt, ja, transparant witachtig. Het heeft niet heel veel zin om dit te swatchen, omdat je er niet heel veel van ziet. Maar hij is wel heel erg fijn. En ik heb dan ook het oogschaduwpalet uit deze collectie. En die ziet er zo uit. Ik vind de verpakking wel een beetje goedkoop aanvoelen omdat het van karton is. Maar ik vind het wel heel leuk gedaan met die koffieboontjes en die gouden tekst. Deze heeft een 01 Up for Coffee gekregen. Het is gewoon zo'n paletje. De binnenkant is verder ook niet heel bijzonder, want je krijgt geen spiegel. Maar dit zijn de kleurtjes. Ik zal er even een paar swatchen. Ik vind deze bijvoorbeeld heel erg leuk, want dit doet me gelijk denken aan cappuccino met zo'n, ja, bepaald... figuurtje erin, zeg maar. Ik zal eens even een paar kleurtjes voor je oppakken. Er zitten wat shimmer kleuren in en wat matte. Ja, ik vond hem echt heel erg mooi. Kijk, dit is de pigmentatie. Ik vind hem echt heel erg mooi. Ziet er gewoon heel erg goed uit. De kleuren zijn heel erg mooi. Je kunt ze heel erg mooi combineren. Dus ja, ik was eigenlijk wel heel erg verrast ook door dit paletten. Want dat had ik eerlijk gezegd niet direct verwacht. Maar ik vind hem heel erg fijn, ook deze. Dan heb ik van Catrice een True Skin Hydrating Foundation. Ik moet hem een beetje schudden, want hij lijkt een beetje vloeibaar. Maar dat is hij totaal niet. Ik heb deze in de kleur 004 Neutraal Porselein. Dit is een Hydrating Foundation. Die ziet er zo uit. Ik vind hem ook heel erg mooi met die gouden dop en zo. Het is eigenlijk een beetje rosé-goud. En deze bevat hyaluronic acid en belooft ook lang te blijven zitten. Er zit 30 ml in. Ik voelde echt dat hij hydrateerde. Ik vond hem gewoon heel fijn aanvoelen. De kleur was ook perfect voor mij. Dat is altijd een beetje kijken, omdat er natuurlijk ook nog steeds geen testers zijn. Hier is het een beetje kijken van, joh, werkt het allemaal een beetje? Maar het is wel echt een hele fijne foundation. Hij heeft gewoon zo'n dopje. Dus er komt gewoon, hier komt je product dan uit. Echt prima. Ik zal een beetje aanbrengen op mijn hand, zodat je het idee hebt wat de kleur doet. Ik zal gelijk even de dop erop doen. Dat is wel zo handig. Dit is dan de kleur. En die ziet er echt wel heel erg mooi uit, vind ik zelf. Hij paste gewoon perfect bij mijn huid. Hij blendde heel makkelijk in. En dat vond ik zelf gewoon heel erg fijn. Want dat vind ik altijd wel belangrijk bij een foundation. En hij bleef ook eigenlijk best wel goed op zijn plek zitten. Dus deze vond ik ook zeker een dikke aanrader. Dan heb ik van Essence de Skin Love and Sensitive Primer. Dit is een moisturizing en nourishing primer. En hier zit aloe vera in. En hier zit geen parfum in. Hij ziet er zo uit. Er zit dus ook geen alcohol in, geen siliconen, geen parabenen en ook geen minerale oliën. Dus hij is eigenlijk gewoon heel neutraal. Hij heeft ook wel een lekker geurtje. Hij heeft zo'n dopje waar het product dus uitkomt. En hij ziet er verder gewoon een beetje wittig uit. Maar ik vond hem echt wel heel erg fijn aanvoelen op mijn gezicht. Hij pruimde mijn gezicht echt heel erg goed. En daarna was ook gewoon gelijk. Mijn oogschaduw bleef gewoon... Mijn make-up bleef gewoon heel erg mooi op zijn plek zitten. Dus dat vond ik echt wel heel erg fijn. Dat was echt een heel fijn pluspunt dat hij dat deed. Dus ja, dit vond ik ook zeker wel een aanrader. Vooral als je een beetje een gevoelige huid hebt, is deze echt wel heel erg fijn in gebruik. Dus ja, ook echt een toppertje weer. Dan heb ik een palette van Revolution. En dit is het Reloaded Lustre Light Warm Palette. En hier zitten allemaal highlighters in. Zo ziet hij eruit. Er zitten dus vier kleuren highlighter in. Ik vind het heel fijn. De pens zijn echt best wel groot. Dus ja, er zit, dat vind ik echt wel heel erg fijn. Kijk, dit zijn de kleuren dan. Als je ze zo bekijkt. Je kunt er lekker goed indippen met je kwast. Dat vind ik zelf heel fijn. Ik zal ze even swatchen. Ja, ik vond de kleuren gewoon heel erg mooi. Ik vind zelfs de koelere tinten, die vind ik het allermooist. Want dat vind ik gewoon het beste bij mijn gezicht passen, maar de warme hebben ook zeker wel wat.
Want dit zijn de... Oh, heeft hij er zin in om het scherp te stellen? Niet zo heel erg. Zwartjes, ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Dit zijn de lichte kleuren en dan heb ik hier de donkere kleuren. Ja, ik vond het echt wel een heel geslaagd palet. Ik vond echt de kleuren gewoon heel erg mooi en ja, het bleef ook mooi zitten. Dus ik had niet verwacht dat ik de donkere kleuren ook nog zo mooi zou vinden, maar hier was ik uiteindelijk toch wel heel tevreden over. Dus die vind ik ook echt fantastisch. Dan heb ik een geurtje van de H&M en dit is de Lipstick Eau de Toilette. Zit gewoon in een roze doosje. Nou jongens, het is nog een beetje... Ik film nu met een ringlamp. Dus het is soms wel een beetje lastig om de kleuren goed over te laten brengen. Maar kijk, hij ziet er zo uit. Roze doosje dus. En ik vond hem echt heel erg lekker ruiken. Het is lipstick, een dash of color. Het is echt een, was echt wel een beetje voor mij ook kijken van... joh. Hoe ga ik dit gokken? Want ik heb hem online besteld. Ze zijn ook niet in de winkel verkrijgbaar. Dus het is echt een beetje een gok die je moet nemen. Hij was op het moment dat ik hem bestelde ook niet zo heel duur. Zo heb ik het wel kunnen doen. Het is een heel schattig klein flesje. Zoals je kan zien. Heeft gewoon een, ja, een beetje een klein spraydopje. Maar hij ruikt heel erg bloemig. Het heeft echt een bloemengeur. Ik vind dat zelf heel erg lekker. Het is natuurlijk wel iets waar je van moet houden. Maar ik vond ook eigenlijk dat hij voor een low budget geurtje. Want volgens mij kost hij op de website 5,95. En heb ik er volgens mij toen iets van 2 zoveel voor betaald. Want toen was hij ineens heel erg in de sale. Ja, vind ik het een heel lekker geurtje. Er zit overigens 20 ml in. Dus het is gewoon een kleine verpakking. Maar het maakt ze ook altijd wel weer handig om eventueel mee te nemen. Maar ik vond hem echt wel heel erg lekker. Hij deed me ook denken aan een iets luxere geur. Maar ik kon de geur zo even niet, kon even niet komen op de naam van die geur. Maar ik vond hem echt wel heel erg lekker. Dus deze vond ik ook echt wel een aanrader. Dan ga ik door naar een oogschaduwpalette. En dit oogschaduwpalette is van Catrice. Dit is de Epic Earth Collection Eyeshadow Palette. En dat is deze. Deze heeft de naam 010 Inspired by Nature gekregen. En hij ziet er echt heel erg mooi uit. Hij heeft inderdaad wat natuurlijke tinten. Het zijn misschien niet meer de allerbijzonderste tinten om te zien. Omdat je dit best wel vaak terugziet. Maar ik vind het altijd wel leuk. Hij heeft een base kleur en ook een highlight kleur. En ik vond de kwaliteit van de oogschaduw echt fantastisch. Nou... heb ik eigenlijk al wel heel veel van dit soort paletten getest. En vond ik ze eigenlijk vrijwel allemaal echt wel heel erg fijn. Maar deze die sprong er ook wel echt uit. Ik ga ze even swatchen. Ze zijn wel heel poederig moet ik je gelijk vertellen. Dus hou daar wel rekening mee. Dat als je het gebruikt dat je even je kwast heel goed aftikt. Want hij is echt heel poederig. Dit zijn de kleuren. Kijk. Heel erg mooi gepigmenteerd. Je kunt ze heel mooi uitblenden. Vind ik zelf altijd heel belangrijk. Want blenden is gewoon altijd heel belangrijk bij een ooglook. Maar dat kon deze ook. En dat vond ik echt wel heel erg fijn. De highlight kleur vind ik altijd wel heel erg mooi voor in de buitenste, het wenkbrauwbod en de binnenste ooghoeken. Maar toch wel een heel erg mooi palet. Al zijn de kleuren misschien niet meer zo heel origineel. Ik werd er toch wel heel erg blij van. Even kijken, dan heb ik een mascara van Essence. En dit is de 24 Ever Defined Volume Mascara. En dat is deze. Dit is de paarse variant. Deze mascara die belooft dus om 24 uur lang je mascara volume te geven. En ze ook dus mooi van elkaar te scheiden eigenlijk. En... dit is het borsteltje, daar word ik op zichzelf wel heel erg blij van. Dit zijn wel borsteltjes waar ik van hou. Dus dat vond ik wel heel erg fijn. En ik vond ook echt dat deze mascara gewoon volume gaf. Mijn wimpers werden hier echt heel erg vol van. En dat vond ik zelf wel heel erg fijn. Deze is ook verder compleet vegan. Of die echt 24 uur blijft zitten, dat weet ik niet. Want ik gebruik eigenlijk nooit 24 uur op een dag make-up. Maar... ja, het resultaat wat hij gaf, daar werd ik wel heel erg blij van. Dus deze vind ik echt een aanrader. Dan heb ik een aantal nagellakjes van... even kijken hoor. Max Factor, dit zijn de Masterpiece Express Quick Dry Lakjes.
zijn kleinere lakjes. En in eerste instantie was ik nog niet eens zo heel erg enthousiast. Want ik dacht, ze chippen zo snel. Maar ik ben nu eigenlijk even gestopt met mijn bezem topcoat te dragen. En ik merk dat de nagellak veel langer op mijn nagels blijft zitten. Dus dat werkt echt wel fantastisch. Ze drogen in 1 minuutje. En ik heb hier dan allereerst de kleur 262 Future is Fuchsia. Die ziet er zo uit. Oh, hoe ga ik dit doen? Kijk, zo. Ik zal ook even het kwastje laten zien. Die ziet er zo uit. Het is een vrij breed kwastje, maar je kunt er eigenlijk prima mee werken. Dus die vond ik ook echt heel erg leuk. Vind ik misschien wel meer een zomerkleurtje, maar dat maakt niet uit. Dan heb ik de kleur 360 Pretty as Plum. Een paarse kleur. Heel erg mooi ook. Dan hebben we de 203 Nuditude. Gaan we nog scherp stellen, jongens. Ja, daar is die. Mooi kleurtje ook. Natuurlijk hebben we ook een rode en dat is de 310 She's Ready. Deze. Heel mooi. En dan heb ik ook nog een 340 Berry Cute. Ook een prachtige kleur. Dan heb ik de 416 Feeling Peachy. Dat is deze. Dat is inderdaad echt een peachy kleurtje. Dan heb ik een grijs kleurtje. Dat is 870 Rain Check. Die. En de laatste kleur die ik dan heb, dat is de 271 I Believe in Pink. Dat vind ik ook een prachtig kleurtje. Heel erg mooi. Dus ja, toch uiteindelijk wel heel erg enthousiast over deze lakjes. Dan heb ik nog twee mascaraatjes van Catrice. En dit zijn Glam & Glow Volume mascara's. Deze hebben ze in een klein formaatje uitgebracht. Het was een soort limited editie ook, waarin ze dus deze kleintjes dus hebben uitgebracht. Ze hebben er dus ook grote van. En de zwarte vond ik echt wel heel erg fijn, want die gaf ook echt wel volume. Dat zag ik ook echt wel terug. En het borsteltje vind ik niet fantastisch, want het is een borsteltje van plastic. Maar ja, op zich gaf die wel heel erg mooi volume. Dus dat vond ik echt ook wel heel erg fijn. Dus daar was ik wel heel erg enthousiast over. En eigenlijk ook wel over de waterproof variant, want die gaf ook heel erg mooi volume. En die is dan ook blauw, donkerblauw is die. En die heeft eigenlijk ook wel... Ja, het borsteltje is net weer iets anders als die andere. Hij lijkt er wel op, maar als je heel goed kijkt zie je echt wel verschil. Ook echt wel een heel erg mooi, mooie mascara. En deze twee gaven ook echt allebei heel erg mooi volume af. En dat vond ik heel fijn. Dan heb ik nog een concealer. En dit is uit de Skin Loving Sensitive lijn van Essence. Dit is de Covering and Caring Concealer. Hier zit ook geen geur aan, geen alcohol in, geen siliconen, geen parabenen en geen minerale olie in. Dat is deze concealer. Ik heb hem in de kleur 01 Light. En er zit ook aloe vera in. En ik merk gewoon gelijk dat dat heel erg verzorgt op mijn oogleden of op mijn gezicht. Hij heeft gewoon eigenlijk een beetje een standaard... kwastje, maar wel super fijn om het aan te brengen. Hij heeft inderdaad verder geen geur, ja gewoon concealer geur, maar niet dat er nog een geurtje aan toegevoegd is. Ik vond hem echt heel fijn, ik vond de dekking heel erg mooi, hij blendde heel lekker uit en hij voelde gewoon echt heel fijn aan op mijn gezicht. Want ik heb nog wel eens dat het heel erg pijn kan doen met concealer, maar ik merk toch wel sinds ze echt concealers ook hebben uitgebracht, waar dus... eigenlijk geen toegevoegde producten meer in zitten. Dat het voor mijn gezicht wel heel erg fijn werkt. Deze vond ik ook echt een dikke aanrader. Dus die. Dan ben ik toe aan het laatste product. Daar ga ik verder niet heel erg lang bij stilstaan. Want ik heb hier een uitgebreide video over gemaakt. En dat is het Underwater Waves paletten van Fab Factory.
Dit is een 12 color eyeshadow palette met gebakken oogschaduwkleuren erin zitten. Op de achterkant zie je dan nog eventjes de kleuren die er ook in zitten. Op zich wel heel erg mooi. Nou ja, er zit een spiegel in en dan zijn dit de kleuren. Ik vind de binnenkant heel erg mooi. Ik kan nog even een paar kleuren voor je oppakken, zodat je een beetje een idee hebt. Maar als je echt de volledige review wil zien, raad ik gewoon eventjes die video aan. Want die heb ik niet zo lang geleden online gezet. En dit zijn een beetje de lichte kleuren die er dus in zitten. Die kun je gewoon een beetje opbouwen. De blauwe tinten zijn echt heel erg aanwezig. En die andere kleuren kun je gewoon heel erg mooi opbouwen. Dus ja, zeker een aanrader als je een beetje van dit soort kleuren houdt en een goedkoop paletten zoekt. Is dit een aanradertje, want hij is nog geen 5 euro. Dus die ben ik ook zeker heel erg blij mee. Dan waren dit alle producten van november. Ik ga alles straks weer lekker in mijn stash opbergen. Want dan kunnen de nieuwe producten voor de maand december ook weer in het mandje. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij zelf het leukste product vond wat langs is gekomen. Of misschien ben je ergens benieuwd naar of heb je zoiets. Nou, het is allemaal niks voor mij. Ik wil gelijk wel even zeggen, sorry als deze video misschien een beetje rommelig is overgekomen. Zoals ik zei, ik film dus nu met een lamp. En het is voor mij ook nog even heel erg zoeken hoe het allemaal goed in tot zijn recht komt. Maar ik hoop in ieder geval dat het voor jullie duidelijk was. En dat je toch een beetje van deze video hebt genoten. Ja, vond je deze video leuk? Zou ik zeggen, doe even je duimpje omhoog. Ben je nieuw op mijn kanaal? Kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf door op die rode button te klikken. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. Vond je deze video leuk? Doe even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!